Dit is Matthijs. Matthijs werkt als assistent-professor aan faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen. Hij houdt zich bezig met organisatiepsychologie en is vooral geïnteresseerd in de effecten van creativiteit in organisaties. Waarom is het zo moeilijk om ons gedrag te veranderen? Nou, mensen hechten over het algemeen heel erg aan voorspelbaarheid en controle. Dat stelt hen in staat om goed en efficiënt te werken. En bij organisatieveranderingen staat dat heel erg op de tocht. Dus veranderingen in functioneren, routines, manieren van werken. En tegelijkertijd moeten ze wel op een hoog niveau functioneren en presteren. En nou, dat kan niet en dat brengt allerlei onzekerheid met zich mee. Vinden mensen niet prettig. Is weerstand altijd slecht? Nee, zeker niet. Dus soms is de organisatieverandering zelf niet optimaal. Werkt gewoon niet zo goed. En als mensen daar weerstand op tonen, eigenlijk een gevoel van dit kan beter, dan is dat juist een sterk signaal dat de organisatieverandering misschien anders ingekleed moet worden en verbeterd moet worden. Wat heb je nodig om open te staan voor verandering? Nou, betekenis en zingeving is belangrijk. Dus je eigen rol bepalen binnen de organisatieverandering en nagaan waarom dingen leuk of minder leuk voor jezelf zijn. Positieve instelling, een vrolijke stemming, dat helpt ook goed. Wat ook kan, is dat je actief eigenlijk uitdagende ervaringen gaat opzoeken die uit je comfortzone trekken. Buitenland verblijf, nieuwe taal leren, zolang het maar actief is. En wat ook goed is, is mindfulness of meditatieoefeningen doen. Door je aandacht te trainen kun je veel beter je aanpassen, flexibeler opstellen. Mindfulness is toch een beetje voor geitenwolle sokken, mensen? Nee, helemaal niet. Het bewijzen zich keihard. Van een niveau tot hersenveranderingen, tot echte veranderingen in positieve stemmingen, flexibiliteit, creativiteit zelfs. De effecten van mindfulness en meditatie zijn echt snoeihard. Hoeveel frank ben jij eigenlijk? Nou, ik ben behoorlijk frank als ik naar mezelf kijk. Dus ik werk al heel lang bij dezelfde werkgever en organiseer mijn werk over het algemeen op dezelfde manier, omdat ik dan lekker snel kan werken. Routines helpen mij ook echt om snel te werken en efficiënt te werken. Het heeft me heel lang gekost, heel veel tijd gekost om uiteindelijk naar het buitenland te gaan voor langere tijd. Dus ik vrees dat ik toch ook wel een grote frank ben. Misschien is dat ook niet erg.